hier zijn we in de Langemarkt Boekkapelle in de Diksmuidenstraat. We hebben hier een verwarmingsketel geplaatst op mazout, een condenserende weersafhankelijke regeling. Die mazoutketel draait samen met de zonneboiler. Dat beduidt dat de zonne-energie eerst de boiler opwarmt wanneer er natuurlijk zon is. Als er geen zon is, dan grijpt de ketel over op mazout, zodanig dat de klant altijd voldoende warm water ter beschikking heeft. Dus wij hadden eigenlijk dat huis gekocht en er stond een oude mazoutketel in. Wij waren op zoek naar een ander type, of een nieuw type eigenlijk, en ook die samenwerkte met een zonneboiler of een zonnecollector ook. Normaal hebben we in een stookplaats een redelijk grote plaats, omdat de stookplaats merendeel een onderdeel is van de garage. Maar hier hadden we een probleempje dat de klant de chauffageketel en de zonneboiler in een zeer beperkte ruimte, eigenlijk de ruimte waar vroeger de ketel stond, wilde plaatsen. Dus hebben we daar de keuze gemaakt om de Vitola Dense 300C te nemen. De C staat voor compact, zodanig dat die ketel eigenlijk zeer compact opgesteld is en zeer compact gefabriceerd is. Dat was wel een beetje puzzelen om het er allemaal in te krijgen en meten op bijna de millimeter, zou ik zeggen. Om de ketel en de boiler samen daarin te krijgen. Dat is redelijk goed gelukt eigenlijk. We zijn content van de installateur.